Uh, elke dag dat ik uh, mijn ogen voordat ik mijn ogen open ha had, was het. Wat gaan we doen vandaag? <laughs> nou, dat is helemaal. alsof ik een uh, dat is niet alsof waar. Alsof ik een zoontje had in dat huis. Is niet, niet, maar, allemaal niet elke inkoper <laughs> kan op jou specifiek <laughs> gaan inkopen, maar het, iedereen die dingen verzamelt via <laughs> en... <artist>. <laughs> <Ja>. <laughs> het kist. Wat is het grootste verschil tussen je ideale zelf en je huidige zelf? Oh, daar ik even over na moeten denken, denk ik. Dat is de reden waarom. Dat is een vraag, vraag toch? Ja. Maar wat is het? Het verschil, je weet toch wel iets van het verschil? Uh, nou, ik denk dat mijn ideale zelf uh, zich wat minder druk maakt. Ja? Ja. Oké. Okay. Dus iets minder uh, druk maken om dingen die eigenlijk niet zoveel nut hebben. Ja, oké. Okay. Ja, dat doen we en, allebei wel een beetje voor. En ik mij. probeer het wel, hoor. Want uh, um, soms ja, heb ik ook jouw stem een beetje in mijn hoofd. Ja. Van, uh, maak je niet zo druk erom? Kom wel goed. Ja, of dan maak ik me druk om heel iets simpels, zoals bijvoorbeeld dat ik de was heb gedraaid en dat ik dan uh, het niet fris vind ruiken. En dan, dus ik maak me helemaal druk. Zoals moet ik het weer gaan wassen en dan staat het weer drie dagen in huis. En dan ja. denk je, nou, uh, maak je niet te druk, dan zien we het allemaal weer. Ja, de laatste keer dat jullie ons gezien hebben is uh, drie weken geleden. Want we hebben, of, ja, bij, ja, drie weken geleden, want we hebben alles van tevoren opgenomen. Er is een hoop veranderd. Mocht je deze podcast nou nog nooit gekeken hebben, of wel eens sporadisch hebben gekeken, kijk eens een keer op Ook Vet Gezellig, want de setting waar we in zitten is volledig veranderd. Ja. Want uh, we dachten, een nieuw uh, year, nieuw us. Nee. Nou, we waren ja. het ook eigenlijk eerlijk gezegd wel een beetje zat om samen op één bank te zitten. We waren, zaten om op één bank te zitten, en we zeggen al sinds het begin van deze podcast, dit is de dertigste aflevering, yeah. zeggen we al dat we de achtergrond wilden gaan aanpakken, dat yeah. we er iets leuks van wilden maken. Nou, dit was ongeveer het idee wat we hadden. Alleen, het heeft even geduurd voordat we het konden uitvoeren. En voor de mensen die het luisteren, het is een klein beetje alsof we in een eigen zaakje zitten, in een, een shopje, shopje zo'n ja. zo hoe noem je dat, zo'n verzamelshopje. Ja, met allemaal spellen, boeken, prints, en er komt nog veel meer aan de komende tijd. Maar dit zijn de spullen die we tot nu toe hebben. Je ziet wel dat er een soort van herhaling in zit. <laughs> we hebben nog niet heel veel uitgebracht. Dus, uh... Nee, we hebben nog niet alles uitgebracht. We wat hebben, we wel iets we hebben uh, vooral het spel groots neergezet. Ja, het spel, maar dat is ook het belangrijkste. Ja, het Dat is het leukste. Precies, achter Guillen zit ook nog een, uh, een, een uh, versie met een display. Die hebben we ook al uh, natuurlijk uh, laten zien. Maar dit is een beetje de setting waar... Ja, er, er, nog dingen, er kunnen nog dingen veranderen. Mocht je nou nog suggesties hebben, laat het vooral weten. Ik zal het, totaal, het totaalbeeld even laten zien. Dan zie je wat het erin staat. Ik wil ook nog iets met... Misschien een shop of zo. De plantje. Staan. Een plantje. Een plantje. Het plantje heeft trouwens eindelijk een pot gekregen. Dat, ik weet niet of je dat ergens gaat kunnen zien. Maar hij heeft een pot, eindelijk. Daar kreeg ik ook heel veel reacties op. Ja, het is ook zielig hè, dat je hem zo lang uh, zonder pot hebt laten staan. Ik heb hem heel lang zonder pot laten ja. staan. Maar goed, we hebben dus vakantie gehad. Een noodgedwongen vakantie. En vandaag gaan we het erover hebben. We zijn dus terug van drie weken vrij zijn. In de tussentijd is er wel, zijn er wel wat dingetjes gebeurd. Want die, dat vrij zijn is niet helemaal bevallen. als dat ik zou willen. Want we zijn allebei ziek geworden. Ja, zoals uh, half Nederland. Ja, we zijn. Oké, okay, dus eerste week was uh, nou ja, uh, nieuw, kerst en dat soort dingen. Tweede dat week. Het is wel heel was... moeilijk natuurlijk. Nou, dat is gewoon niet zoveel aan toch? Ah, Oké. Okay. Tweede week werden we ziek. Derde week bleef ik nog een soort van ziek. En nu zijn we hier. <laughs> dat is ongeveer. Als je een beetje komt heel vaak hè, ziek zijn als je even rust neemt. Dat is wel echt zo. Maar als we kijken naar wat we nou precies gedaan hebben, is het, is het in denk drie woorden te beschrijven: Gezondheid. bank. Bank, inderdaad, dat is één. <laughs> Twee, eten. <laughs> eten. Drie, een beetje lezen en een beetje tekenen. Ja beetje keuvelen. keuvelen. Keuvelen noem ik dat. Noem je dat zo? Nee, ja, ik noem dat zo. Hm. Maar we hebben dus eigenlijk vrij weinig gedaan. We Wacht, zijn ook... we vergeten tv. T tv? We hebben echt enorm veel tv we gekeken. We heel veel tv <laughs> gekeken. Wat hebben we allemaal gekeken? Zal ik even een lijstje opnemen? Urk. Urk. Uh, Lord of the Rings. Nog niet de laatste film overigens. Nee. Fargo. Twee seizoenen. Ja. Wat hebben we nog meer gekeken? Ja, we hebben Urk echt vier seizoenen gekeken. Ja, ik dat. seizoenen. Niet. Um, we zijn nu Supernatural niet? bezig. Supernatural zijn we bezig. Ja, maar dat is, dat is deze week pas gebeuren, begonnen. Mm. Ik kan me herinneren dat we in de week van, uh, van kerst ook. Uh, hebben we toen ook niet nog een serie gekeken of zo? Nou, ve veel films hebben we ook nog gekeken. We hebben veel. Veel uh, kerstfilms. Uh, geweldige uh, comedyfilms. Films comedyfilms. Is dat niet hoe je dat zegt? Comedyfilms? Comedy comedy films? klinkt wel raar, toch? Comedyfilms. Maar goed wat, wat hebben we opgestoken? Wat is er niet bevallen? Wat is er wel bevallen? Um, nou ja, wat mij niet zo bevallen is, is dat ik ziek ben geworden. <laughs> nee, die kunnen we even afstrepen. Die hoeft van nou, mij. Dat niet. vond ik echt. Uh, nee. Nou ja, ik weet, uh, het is soms nodig, maar ik heb gewoon een lange tijd niet meer gehad dat ik echt me lang ziek voelde. Ja. Ik heb meestal als ik ziek ben, dan is het, nou ja, zou zeggen twee dagen maximaal en dan knap ik wel weer op. Mm -hmm. En dat gevoel had ik nu elke keer weer van, nou morgen is het beter, morgen is het beter. Nou, het bleef maar doorgaan. Ja, we hebben echt gebivokeerd op de bank. We ik hebben alle kussens eraf gehaald. Ja, ik ook hoor. Mijn neus is nog steeds niet helemaal wat het was. Het is nee. echt een hardnekkig virus. Heel hardnekkig, ja. ja. Maar we hebben dus uh, op de bank gespendeerd. We hebben echt twee dagen letterlijk alleen maar op de bank gelegen. Toen zijn we niet eens het huis uitgekomen. nee. Oh, wow. Dat weekend, uh, niet afgelopen weekend, het weekend ervoor hebben we echt bijna niks gedaan. Ja, ik hebben was We dus beetje... van de bank afgepleurd en toen hebben we ons dekbed erop gelegd. Ja. Freek vond het echt geweldig, want we waren de hele tijd thuis. Nou, nee, hij vond, nee, het, hij vond het niet worden. leuk hoor. Nee. nee, maar hij heeft ook niet zoveel met uh, dat wij uh, met die dekbed erop liggen. Dat vindt hij niet fijn. Ach. Hij wil echt direct op je liggen. Eigenlijk. Ja, dat is wel waar. Ja, hij wilde warmte voelen ja. of zo. Ja. Oh. Maar goed, wat. Want wat hadden we verwacht van de vakantie? Want ik dacht eigenlijk dat we gewoon lekker een beetje leuke dingetjes. Ja, maar dat denk je altijd. Uh, elke dag had ik uh, mijn ogen. Voordat ik mijn ogen open ha had, was het. Wat gaan we doen vandaag? Nou, dat is het niet echt helemaal alsof waar. ik een dat is niet alsof waar. ik een zoontje had. In dat huis. is helemaal niet <laughs> waar. Nee, dat is niet waar. Dat is misschien de laatste week geweest, maar daarvoor niet, hoor. Ik toen kon nog ik amper doen. mijn ogen openen en toen moest ik alweer beslissen wat we vandaag gingen doen. Nou, je hoeft er sowieso niet te beslissen wat je vandaag ging doen. Oh. Dat niet. Ja, zo voelde het in ieder geval voor mij. Ja, maar dat is echt misschien drie keer geweest in die, in okay. die drie weken. Ja. Want de eerste week konden we sowieso geen reed doen, want toen was het allemaal sowieso was alles super druk. Om, vanwege die, uh, Wat is er een grote klaagzang? Van ik heb vakantie gehad, dus ik vond het verschrikkelijk. Nou ja, maar dus wel. Nou, kijk, oké, okay, dus uh, aan de ene kant wel, inderdaad. En aan de ene kant vond ik het verschrikkelijk. Aan de andere kant, dat wilde ik dadelijk het erover oh, hebben. Oké. Okay. Kwam ik wel tot Je rust. Je werkte daar naartoe. Ja. Maar kijk, in eerste instantie, kijk, wij, wij zijn natuurlijk... Uh, wij hebben de vrijheid om te gaan en staan wanneer we willen, waar we willen. soort van. soort van. Budget is misschien niet Budget altijd... Budget-wise en energie-wise. Misschien niet altijd, maar het zou wel kunnen. Maar we gingen dan even naar de mal in, 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 tussen Kerst en Oud-Nieuw. En dat was zo fucking druk. Eigenlijk, ik, ik irriteer me eigenlijk gewoon. Of ik, ik, ik vind het vervelend als andere mensen ook vakantie hebben. Maar ik was, <laughs> <laughs> nee, maar ik bedoel meer... Waarom hebben we besloten om letterlijk de drie weken dat iedereen vrij is, ook vrij te nemen? Ja, het is eigenlijk niet zo handig. En uh, het is ook uh, bij ons zo, wij zeggen altijd zaterdag, zondag, misschien vrijdag erbij, gaan we gewoon niet richting de Mal. <laughs> en we staan elke zaterdag en zondag staan we in de mal. Wat leren we daarvan? Gaan we volgende week wel bespreken. Ja, de mol. Het was, ja. ja, nou goed, ja. Nou, ja ik het is ook nog gewoon over zo de bal gesproken. Ik hoorde dus een verhaal. Oh, wow, van Via ja. mijn vader. Dat er uh, zit een groenteboer die betaalt gewoon 7000 euro per maand aan huur. Nu begrijp ik wel waarom alles zo duur dat is, is. Zeker daar. niet inclusief. Nee, nee, dat denk ik niet, nee. Maar dat is veel geld. Ja, ja het is echt. Het wordt daar steeds leger. En ik heb wel ook van meerdere mensen gehoord. Uh, die daarheen gaan, die denken dus gewoon dat het op een gegeven moment een verlaten mal gaat worden. Ja, dat denk ik dus ook. Dat ik er dan nog een... een verlaten Hema zit en een verlaten H&M. <laughs> dat het echt zo'n ghost town wordt. Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant, het heeft ook een, soort, het heeft wel een bepaald soort allure, vind ik dus. Wat is dat? Allure, Allure? bedoel nou, dat dat? is dat? Een soort van uitstraling dat het luxe uitstraalt en dat het er wel netjes uitziet. Het is wel de netste mal in Nederland die nou, ik ken. Nou, het is een hele luxe mal. <laughs> <laughs> ja. Maar, uh, laten we eerlijk zijn, er zijn weinig exclusieve leuke zaakjes. Ja, dat is waar. Het is waar. Dus, alleen maar H&M, uh, 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 Nike, uh, Hema. Ja, opeens zo'n gedeelte daar wat echt alleen maar, ja, wat is het... Het is of ik heb gemerkt qua, qua leeftijd. Ik kom er niet echt goed uit met kleding. Nee. Dan heb ik de, de Fabian nou Dan moet ik even een grote duits geld mee op mijn rug nemen naar binnen. <laughs> ja, het is heel. Het, ik vind het een heel leuk merk, maar ja. nou ja, ik dus kan daar je... niet even een, een nieuwe outfit gaan scoren, nee. uh, want dan ben je makkelijk een paar honderd euro kwijt en dan heb je nog um, Sissy Boy en hoe heet die andere andere nou niet Meisen's uh, Scotch scorch en soda? Scotch en soda ja. Nou, dat zijn een beetje drie leuke zaakjes waar je nog wat uniekere items vindt. Maar de rest is eigenlijk of Merk. je kunt er echt als tiener wel goed terecht. Mm -hmm. Maar ook als als iemand met geld die gewoon generic shit wil. weet je bij Klop ja. bijvoorbeeld heb je allemaal ja. merken en dat soort dingen. Ja, maar dus ik noem dat de andere CNA ja, ze noemen Pek en dus CNA, maar dat, ik is vind dat, qua... dat is totaal niet hetzelfde. Het is totaal niet hetzelfde. Ja, het zijn luxe merken, maar ik vind die zaak geen luxe uitstralen. Het is gewoon CNA, maar dan met luxe merken vind ik. Het is gewoon een beetje een goedkope bijkorf. Het pand vind ik niet mooi eruit. Het is toch een goedkope bijkorf? Ja, maar ook niet. Ja, nou, er, er liggen... Een goedkope bijkorf in de zin van dat het goedkoop uitziet ja, nee, ja okay. zonder de chocolaatjes ja maar bijenkorf ziet er natuurlijk wel echt chic uit en dan hangen een beetje dezelfde merken eigenlijk ik weet niet of ik nou echt vind dat de bijenkorf chic uitvindt. Ik vind ja. dat wel chic eruit zien ja wel ergens ja uh, wel ik waar. denk dat je de chic uh, uitstraling vaak niet meer ziet als het zo sterfend druk is wordt het niet zo intens dat zo'n Hudson B echt allemaal dingen ging overnemen en, en binnen twee oh, jaar gewoon ja. weer weg was ja maar Hudson B was ook gewoon een soort bijenkorf ja een soort van Amerikaanse versie van de bijenkorf en, uh, en Peter Kroppenberg is natuurlijk geen soort bijkorf, want het is alleen maar kleding, grotendeels. Ja, ja, dat is alleen maar. Ja, maar qua uitstraling is het gewoon goedkope. Bij. Kijk, bijkorf heb je verschillende merken kleding. Het is eigenlijk de twee kledingafdeling van de van de bijkorf in de zaak gepropt. Dat is de, dat vind ik eigenlijk wat. Ja, nou, uh, maar degene die de inkoop doet in de of the Nederlands, die bij de vrouwenafdeling. Kan nog even een puntje eraan zuigen. Die heeft denk, die is denk ik boven de 50. <laughs> Want het is of, je kunt daar eigenlijk terecht tot een jaar of 23 zo, kan je nog ja. net in die jeugdafdeling ja. shoppen, of je bent 50 plus. <laughs> dus het er zit geen in, nee, okay. dus jij bent eigenlijk gewoon vak daar. Nou, ik shop als nog steeds, als ik shop, liever online, omdat de merkjes die ik gewoon leuk vind, dat zijn allemaal van die, ja, ook wat meer sustainable, uh, nou ja. dat is daar eigenlijk weiniger. Ja. Je hebt natuurlijk uh, als Sissy was Tomo Boy, was er, maar die Tomo, was binnen maar die een paar die maanden ja, dat was wel echt een shame. Ja, dat was wel jammer. Ik heb er overigens nooit op gekocht, had gekocht nee. want ik vond ook diegene die daar de inkoop deed, te weinig. Uh... Kijken naar jouw leeftijd. <laughs> nee. Niet, nee. Niet, niet elke mee. inkoper kan op jouw specifieke <laughs> nee. inkopen. Dat weet je wel. Ik nee een over, hele met allemaal zwart, toch? <laughs> maar oké, okay, om nog even terug te komen op de vakantie. Ik denk dat wat ik er wel van heb geleerd is dat ik vaker vrij moet nemen, want ik kwam wel tot rust. Ja. Afgezien van dat we ziek waren en ik dat we eigenlijk al bij toch vond het? je nog goed afgaan? Ik heb weinig tot niks gedaan. Je hebt ook niet heel veel gezeurd erover. Precies. Ik had, echt, ik had echt verwacht. Kijk, het was natuurlijk, je hebt die week ertussen gehad dat je ziek was. Ja. Dat is misschien een redding geweest. Want ik had echt wel verwacht <laughs> dat je na een week zou gaan klagen. Hoezo? Dat je zou gaan zeggen. Ja, ik denk toch tom maar even weer wat dingetjes gaat doen. Nee, 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 ik had wel echt toch voorgenomen om niks te doen. Ik had mijn computer, ik heb, ik, ik heb heel sporadisch wel dingen gecheckt, omdat er met de webshop soms wel mm. dingetjes niet helemaal lekker liepen. Overigens, vanaf nieuws. hebben we alles weer hier liggen. Dus de nieuwe drop die we gaan doen, die gaat binnenkort komen uh, met de trui die uh, super populair was. Um, die gaan we helemaal zelf doen, gaan we het zelf inpakken, gaan het zelf versturen, gaan we zelf de klantenservice doen. Dus mocht je uh, denken van, hey, leuk, ik wil ze weer sporten extra. Kan het weer. en Oh, en de spellen zijn terug. Je ziet ze al staan. We hebben een nieuwe druk. Dus uh, die zijn dadelijk ook weer te koop. Ja. Maar goed, okay. dat is even Even tussendoor. weer een spond tussendoor gegooid. Maar <coughs> Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door onze <coughs> eigen webshop. Ja, maar ik had wel eerlijk gezegd verwacht van jou dat je eerder zou gaan zeuren. Omdat je ook... Ja, je hebt natuurlijk ook altijd dat gelddingetje wat je heel spannend ja, vindt. Ja, dat vind ik wel Als spannend, er weinig ja. inkomsten binnenkomen, dan ja. uh, word je een beetje... Ja, dat, krijg ik, dat had ik wel, maar dat heb ik niet tegengezegd. Nee, oké, okay, maar... Ik heb me gewoon. Uh, Heel goed dat je, het, dat je het een beetje hebt kunnen stillen in jezelf. Ik heb het geprobeerd kunnen loslaten en het is me redelijk gelukt. Ja, dat vind ik goed. Toch? Ja. ja. Nou, en jij? Wat heb jij ervan mee uh, van opgepakt? Ja, ik weet niet. Ik, uh, Net zoals je leven altijd al. Ik natuurlijk. heb weinig verschil gemaakt. <laughs> nou ja, laten we eerlijk zijn. Nee, het is wel waar. Ik kan wel weer beter uh, het aan als we langs drukke plekken komen en zo. Ja. Uh, gisteren liepen wij uh, terug naar huis. En toen op een gegeven moment merkte ik van oh, het was eigenlijk ook wel druk uh, qua auto's en zo. Uh, maar daar had ik nou niet echt heel veel last van. Dus uh, nou, dat vond ik wel een mooie ontwikkeling eigenlijk. Het Leven is weer teruggekomen. Uh, nu kan het weer langzaam opbouwen totdat het me weer tot hier zit. <laughs> tot waar? Tot hier. <laughs> nee, maar goed. Heb je het idee dat je na uh, de tijd van rust ook meer ideeën, dat je weer wat meer uh, denkt van, oh ja, ik, ik heb er weer zin in. Ja, of ik, uh... wij waren toch een boek aan het lezen en daarin stond eigenlijk Welk boek? dat. Uh, dat weet ik niet meer. We zijn erin, we zijn er in de achter gelijk bezig nu toch? Ja, dat is wel waar. Uh, daarin stond dat. Oh, waar, waar? oh, dat was, um, gaat over, ging over autisme en uh, het verspennende brein. Dat oh, ja. was het boek. Ja, ja. En daarin stond eigenlijk dat de beste ideeën uh, ontstaan... eigenlijk uh, door niet al te veel nadenkwerk. Ja, dus je moet jezelf soms... Uh, eigenlijk ergens uithalen om, om en je te kunnen vervelen, wat, wat ik wel echt heb gedaan. Op een gegeven moment op de bank kan niet voor jou spreken, maar voor mezelf wel. Ja. dat je soms wel eens dacht: Ah, ja, kan ook wat dat doen. En dat je, je komt, dus inderdaad, wel best tot ideeën. Al ja. moet wel zeggen dat we als ik wandel, als wij wandelen en praten, zo vaak tot de beste ideeën komen, of bij ja. een koffiebar zitten. Ja, precies. Maar dat zijn ook momenten dat gewoon even in ons hoofd iets opkomt. En uh, het is dus mens eigen om dan vervolgens alle voor- en nadelen te gaan afwegen. Maar eigenlijk het, is het dus het beste als je zo'n impuls krijgt ja. om het gewoon lekker op te schrijven. Niet al te veel over na te denken. En gewoon zien wat er wel wat er komt, uitkomt. Ja. Uh, in plaats van. Uh, het volledig de voor's en tegen's te gaan uitwegen. Dan gaat niemand meer ergens aan beginnen. Nee, dat is waar inderdaad. Als je dat, en dat doe ik soms wel te veel. Dus nu gaan we proberen en dan gaan we het denk ik volgende podcast over hebben. Want dan gaan we het hebben over? Uh, het automatiseren van ons automatiseren, leven. Het automatiseren, ja. ja. Dus, en, en we hebben daar wel uh, de afgelopen weken meer over nagedacht. Hoe kunnen we juist productiever worden, maar dat we er niet aan onderdoor gaan. En dat we alsnog creatief kunnen blijven. Want dat is wel een uitdaging op een gegeven moment. Zeker als je dit al tien jaar doet. Uh, dan helemaal, want dan ja, je hebt al, ik heb al best wel veel gedaan bijvoorbeeld, maar ja. ik denk dat ik veel meer nog kan als ik niet als een kips om de kop uh, ga werken, wat ik altijd wel gedaan heb, uh, gewoon wel wat gestructureerder en wat uh, ja. logischer gaat werken. Eigenlijk. Ja, het zijn wel veel tegenstrijdige dingen die we nu opwerpen. <coughs> mm. Aan de ene kant willen we dus heel gestructureerd te werk gaan, maar aan de andere kant willen we dus eigenlijk niet te veel nadenken. Dat is, toch, dat is toch evident aan elkaar? Nou, eigenlijk wel inderdaad. Want als je een goede planning hebt, dan denk je er niet zo over. Hoef je na. Niet meer over de, dat is de waar. Normale ja, het is eigenlijk na te helemaal denken. niet strijden. Nee, ik vind het nee. juist best wel leuk. Nou, nu voel ik me weer gesterkt dat we dit pad in zijn ingeslagen. Precies, een pad die al vaker bewandeld is en die we nu pas weer Maar doorhebben. Nu hebben we een A2 formaatplanner besteld, hè. Maar daar gaan we het volgende week over hebben. Oh, Oké, okay, sorry. <laughs> dus ja. Nog steeds vakantie. Hè? Ja. Maar wat dus wel leuk was, kijk, Ghilaine heeft altijd een bepaald soort blik op dingen. En die wil ze dan niet van afwijken. Ja. En zo had ze een, een bepaald soort... Noem het autisme, soort... toch? <laughs> noem het autisme, <laughs> noem het wat je wil. En um, zo was bijvoorbeeld Lord of the Rings echt iets voor autisten, volgens haar. <laughs> maar... Ja, maar dan moet ik even uitleggen, want het klinkt heel raar. Want ik ben een autist en dan vind ik het echt iets voor autisten. Nou ja, ik heb een bepaald beeld bij uh, uh, Spectrum... en dat had ik daarvoor ook al toen ik hem zelf had... dat het mensen zijn die van um, bepaalde dingen houden, zoals Lego... Harry um, Potter, Lord of the Rings, Star Wars, Star Trek. Star. Waarom zeg je al Star Wars? Ja, is het niet goed? Star Wars. Star Wars. Wars. Star Wars. Star Wars. Wars. Star Wars. Star Wars. Ja, dat zou ook cool zijn. De Star, Star Trek. Weet je van die, trackies, van die trekkies, van <laughs> die. noemen ze trekkies. Ja, ja, ja. Van die roleplayers en die dan. Weet je naar, hoe ze de Star Wars mensen noemen? Starries. Echt? Ja. Uh, die is daar roleplay. Uh, uh, World of Warcraft. <laughs> Uh, die naar Magic die beurzen gaan. Pokémon. Ja, Pokémon. Iedereen die dingen verzamelt via en... <laughs> ja, <daar komt> het is. <laughs> ja, dat, dat is mijn beeld een beetje bij. Dat had ik daarvoor ook al. En uh, toen ik zelf uh, dus die diagnose kreeg, dacht ik ook moet ik een paar van die hobby's gaan oppakken. <laughs> nu moet ze Lord of the Rings. Het <laughs> hoort er wel bij natuurlijk. Maar je hebt Lord of the Rings had je nooit geprobeerd. Maar ik vind dus wel Pokémon vond ik vroeger leuk. Uh, Dragon Ball Z vond ik wel leuk. Ik spaarde ook Pokémon kaartjes, overigens. Ik spaarde ook dit op ja Maar dat is toch letterlijk wat elk uh, tiener en kind van onze leeftijd deed. Maar ik had een beetje een aversie tegen die overdreven, gigantische fanbase van bijvoorbeeld van Harry Potter. En van Lord of the Rings. <laughs> en van Star Wars. Ze wilden War, graag, ze wilde, ze wilde graag anders zijn, toch? Nee, dan, dan is er iets in mij dat ik denk, ja, daar ga ik nooit meer tussen komen. Want. <laughs> ik heb dat gewoon niet ga die... ik nooit meer tussen tussenkomen ja, ik heb Alsof gewoon die... oh dan ben je bang dat je met zo iemand naast je zit en dat je dan, dat die dan zegt ja nu moet je misschien. nee Civerus, dat bedoel ik niet ik bedoel is. dat ik nooit meer op die level van fan ga komen dat kan toch nog Omdat steeds? ik het niet in mijn jeugd heb ik al die dingen niet meegekregen oh, omdat je alle lore niet kent ik heb al die dingen niet meegekregen en ik denk dat je het meest, het meest gepassioneerd over iets kan zijn als het vanuit, het, vanuit je jeugd ontstaan is. Ja. Dat denk ik gewoon. Ja, oké. Okay. Als jij vanaf je jeugd dat je ouders hebben gezegd, joh, we gaan een Harry Potter marathon houden. Dan, is het, helemaal, gedaan, dan is het helemaal nostalgisch. Maar gedaan. Ja, maar je hebt het wel als kind voor het eerst gezien, toch? Ja, in de bios. Ja, maar dat heb ik allemaal waren niet. Dus niet van de Harry Potter marathons of zo, hè? Waarom uh, Lord of the Rings was dan zo wel voor jou? Nou ja, daar had ik gewoon een paar beeld bij. Welk beeld had je? Schep hem eens. Gewoon uh, roleplay. <laughs> Hoezo? <laughs> <laughs> Waarom roleplay? World of Warcraft vibes. Ja, maar dat... <laughs> Dat slaat zo nergens op. Ja, maar roleplay, wat heeft dat dan voor beeld? Dat je er dan als een gek wordt gezien of zo? Ja, maar dit is serieus. Ja, nee. fuck. Ja, Moet ik weet de... het gewoon echt niet. Ik er gewoon een, Ja, dat zijn Vanover gewoon vastgeroeste denkt. beelden van mij. Dat ik denk, dat is gewoon helemaal niks van mij. Ik hou niet van avonturen-dingen. Ik hou niet van dat overdreven gedoe, maar Dat je elke. <coughs> <laughs> elke term weet, <laughs> dat je die taal kan spreken. Nee, Alsof dat is, dat is, dat is, dat is gewoon echt niks voor mij. De... Dat was gewoon niks voor mij, weet je. Maar wat voor soort beeld had je van die films dan? Dat het grote pio films waren, toch? Ja. <laughs> nee, ja, ik had eigenlijk gewoon. Ik vond het gewoon, ja, um, voor voor echt uh, autistische mannen, dat vond ik het gewoon. <laughs> Ja, ik ben zelf die gewoon helemaal geobsedeerd kunnen raken met dat soort dingen en de realiteit verliezen. Dat gevoel had ik ja, gewoon. Dat is toch heerlijk als je dat kon. Nee. En uh, ik wel dat ik dat soort dingen ook heb, uh, ik heb dat gewoon niet snel. Ik verlies gewoon niet nee. de realiteit in series en, uh, nee. en uh, uh, films. Dat lukt me gewoon niet. Nou, toen zaten we dus met kerst aan tafel, en toen zijn mijn zus en mijn vader begonnen over de Lord of the Rings. En die uh, keek je ook aan: van, heb je dat nog nooit gezien? Mm. Ja, ik dacht ik heb ook al vaker tegen je gezegd, ik denk, ja, dat, dat jij de Lord of the Rings echt best wel cool vindt. Ik voelde wel kijken. echt de groepsdruk op dat moment. Ja, groepsdruk. En ik heb die boxen waarin je de extended versies hebt. Dus dan deel 1 duurt echt zo drie uur en drie kwartier. Dus het is wel even een ding. Mm -hmm. Maar wat bij jou wel zo is, jij houdt veel meer van series, omdat je dan langer erin kan spenderen, ja, toch? Ik snap dus ook dat die dat niet zo'n obsessie met een film krij krij krijgen, want het duurt kijken. zomaar. Film, een obsessie met een film krijgen. Oh, krijgen. Ja. Want ik vind het gewoon dat het veel te kort daarvoor duurt. Ik kan me dan helemaal niet in die personages inleven. Ik wil gewoon meer zien. Ja, maar daar zijn meerdere delen voor. Kijk, dat is natuurlijk een deel in uh, levensvermogen wat er dan uh, de, de, schort, het waar het aanschort. <laughs> ja, maar goed. <laughs> maar goed, um, ja. we zijn het gaan kijken. Um, wij zijn dat gaan kijken ja. Maar omdat jij mij van tevoren had je mij wel zo gezegd dat alles was helemaal dat er uh, dat allemaal zelf gedaan was. Qua... hoe moet het anders gedaan worden? Nee. Maar je begrijpt wat het doel. De Special effects uh, waren er gewoon minder. Al die kostuums en dingen waren gemaakt. Er was heel veel werk in Ja, het dus, zijn wel het is wel ze... het is de meest uh, die die trilogie is denk ik de grootste meeste werk op fantasygebied. Ik weet niet of of iedereen het daarmee eens is, maar vind ik wel. Uh, omdat om er zoveel fans aan hebben gewerkt en dat zie je in de films. Ja. Ze hebben zoveel moeite gestoken om het zo. Nou, het is nu 20, 22 jaar later voordat de eerste film uitkwam. Ja, je ziet er eigenlijk nog steeds dat het gewoon een hele goede films hoe ze gemaakt zijn, uh, hoe het ja. in elkaar zit. Ja, maar jij ging mij ook vertellen van dat er lengteverschil is tussen de, de verschillende karakters in de film. Nou, dat zijn we zo Oh, en dat ze dat dus niet... Uh... Niet allemaal digitaal hebben gedaan. Nee, dat ze, dus, dat ze dat dus ook met optische illusies... Ja, dan, dan vind ik dan toch wel, werd het wel interessanter voor mij. Ja. Want ik denk, als er zoveel werk achter iets gestopt is... en het is allemaal uh, met de hand ook dingen gemaakt... dan krijg ik dan word ik wel enthousiast. Ja, meer uh, fine craft, uh, dat vind je wel cool om te zien. En er zit humor in de film. Ja. En dat is voor jou ook altijd wel een belangrijk Ja, vind. ik hou niet van die hele serieuze films, inderdaad. Terwijl ze zijn ook serieus. Want het is niet alsof de Lord Ja, maar het hoeft niet, niet constant serieus te zijn. Maar um, als je bijvoorbeeld die monsters ziet, die hebben best wel iets orks, ja. Lollig zijn. Ja, 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 ja. Het is niet, ja. Het lijkt niet allemaal alsof het mega engeld moet zijn. Het nee. ziet er ook wel weer een beetje ja, gekkig uit. Maar goed. Ja, oké. Okay, dus uh, jij hebt die film opgezet. Ja, en uh, met de hele backstory erbij. Ja, toen kon ik me toch wel goed, uh, goed in vinden. <laughs> ja, en het zijn natuurlijk. De, de drie films extended bij elkaar duren elf uur. Dat is gewoon een serie. Ja. Dus in principe kan je het ook als een serie kijken. We hebben elke keer een halve film eigenlijk gekeken. Ja, ja, we hebben het wel echt in, in delen opgedeeld. Omdat ik dacht, van dan is het wel behapbaarder ook voor jou. Ja. Dus um, die, <laughs> ik heb weer een Blu-ray speler ervoor aangeschaft, omdat ik dacht van nou weet je, we gaan echt de extended versies kijken. En um, daar zijn één film, zijn twee DVDs of twee Blu-rays, en dat zijn we nu uh, gaan doen. Ja. Nu moeten we alleen de laatste film nog wel kijken, en willen we willen de Hobbit nog even ja. kijken. Maar het is wel lastig voor jou om tegen van die vastgeroeste ideeën op te boksen. Ja, nou, ik herken het wel, want ik heb het zelf ook. Maar ik probeer, weet je wat het is? Ik, ik heb dat. Ik probeer mezelf altijd ervan af te helpen, zelf al, om die vastgeroeste dingen niet vast te laten zitten. Dus ik probeer het wel. Al, al herken ik wel bij jou de, de valkuil waar de meeste mensen denk in vallen, is dat je dus inderdaad in een vastgeroest beeld en dat je een bepaald beeld voor jezelf hebt gecreëerd, mm. wat uiteindelijk niet zo blijkt te zijn. Want als je natuurlijk bijvoorbeeld gaat kijken naar wat jij al überhaupt keek films en series, ja. dan kon konorverdringers daar best wel tussen vallen. Eigenlijk je wel. Die je leuk ja. Vind. ja. Alleen omdat je een bepaald beeld ervan had gecreëerd, omdat je allemaal uh, mannen ziet met, uh, met vettig haar. Dan ga jij gelijk denken: oh, dat is niks van mij, want ik heb geen vet haar. <laughs> nee, dat is Nee, ja. nee omdat je wel een bepaald ja. soort beeld erbij hebt gecreëerd mm. in je hoofd. En op zich, ik vind het wel leuk, want de laatste tijd, en jij hebt het ook wel eens bij mij: dat je ook wel eens iets voorschoten, dat ik denk: ah oh ja, dat is, dat, 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 daar had ik ook misschien verkeerd naar gekeken. Yeah. Zo Supernatural, dat ik dacht van. van yeah. hmm, hmm. En dat we yeah. dat nu ook kijken. En dat ik denk van, ga er gewoon onbevangen in en kijken of ik het leuk vind of niet. En nu denk ik van, nou, ah, ik vind het best een leuke serie om te kijken. Best yeah. leuk om te volgen. Soms is het, en dat is het al met series, maar dat kan je op je, op je leven überhaupt toepassen. Sommige vastgeroeste uh, overtuigingen van jezelf kunnen ook wel veranderen naarmate de tijd voorde. Dus je kan op een gegeven moment ook andere interesses gaan krijgen. Mm -hmm. En kan kijken van, ah ja, vind ik dit eigenlijk wel echt zo vervelend, weet je wel. Mijn vader vertelde ook een verhaal dat hij ik uh, was een band of zo en mijn vader is ook wel gewoon vastgeroeste man ik weet dat hij nu kijkt dat is trouwens wel een beetje een scam want hij zei dat hij nooit zou kijken naar podcasts en nu zit hij ineens te luisteren dus hoi pa als je dit luistert dat hij zei uh, ja een vastgeroeste idee van een bepaalde band dat hij zei ja vind ik stom en dat hij dacht van ja waarom vind ik het eigenlijk stom dat hij het echt zichzelf ging bevragen van ja waarom vind ik het stom want dit nerveer ik eigenlijk best wel leuk en toen is hij de cd gekopen, vond van dit eigenlijk hartstikke leuk en het is omdat je ooit Misschien een artiest bijvoorbeeld vervelend vond in de media yeah. ja, of weet ik veel wat, dat je al gelijk een bepaald soort beeld van iemand hebt. En mm. dat dat ook al een bepaald vastgeroest idee kan geven van bijvoorbeeld muziek die je niet leuk vindt. Of een bepaald soort boek, omdat je denkt van ja, ik vind de auteur eigenlijk helemaal niet leuk. Maar het kan het boek alsnog leuk zijn. Yeah. Weet je wel? het is soms bedenk je iets en, en dan blijf je daarin geloven. Mm. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo blijkt te zijn. Ik ben ook wel benieuwd of jullie dat herkennen. Als jullie yeah. een vastgeroest idee hebben. Deelt vooral in de reacties, want ik ben wel benieuwd naar jullie vastgeroeste ideeën. Ja, je hoeft maar iets te hebben. Zo dus had dat bijvoorbeeld met Justin Bieber. Dat was toen zo'n gigantische <laughs> hype met dat ja. haar ook zo uh, voor het die ogen die die elke keer zo deed. Ja, ja en dan uh, uh, waren natuurlijk zoveel gillende tienermeisjes en dat, dat, uh, ja. dat had ik een soort van, denk, nou, dat vind ik nou wel zo irritant. Nou, ja, en alleen dat al zorgt er nu voor dat als ik die stem hoor, dat ik geïrriteerd raak. Nou, weet je, ja, ik denk niet dat het niet helemaal je muziek is denk ik. Nou, ja. sommige nummers kan nu wel begrijpen, maar ja, er zijn bijvoorbeeld bepaalde stemmen en ik weet dat niet hoeveel het aan de stem ligt of dat het uh, ja, jij hebt het ook bij Lady Gaga. Het idee daarbij, terwijl ik Lady Gaga in het begin heel uh, tof juist vond, mm. maar het werden juist die langzame, sure nummers, ja, dat maar dus dan niet... vind ik dat bij Adele wel, ja, wel weer natuurlijk. mooi. Ja, dat vind ik. Ik vind dat zo ja. want de Adele vind ik echt zo ze heeft echt wel mooie nummers, maar dan denk ik van pooh. Sommige stemmen trek je gewoon niet echt dat helemaal. Want ik denk dat het ook een, een voorkeurtje is. Ja. Een voorkeurtje. Voor een kurtje. Wat wel heel leuk is om te vertellen, bij Justin Bieber had ik dat dus ook, want ik dacht ja. Justin Bieber. En toen was ik in Berlijn, ja, in Berlijn. En toen stond in de, het was een kleine want dan ging ik ging altijd kijken voor cd'tjes. En dan waren we daar. En toen uh, stond dus muziek op. En ik had toen nog niet die, die plaat gehoord van uh, Justin mm -hmm. Bieber, Purpose, Purpose, heet die, volgens mij ja. En er stonden allemaal liedjes op. En ik denk van, ah, dat is wel, wel leuk. En zoals ik zei, ook, ah, dat is eigenlijk wel leuk. Toen dachten we, wie is het eigenlijk? Dus ik ging Shazam en was Justin Bieber. Toen dacht ik, toen schrok je rot, Toen schrok of niet? ik. Toen heb ik wel het plaat gelijk gekocht. En <laughs> okay. ik dacht van ja, dit vind ik zo vet. Yeah. En ik heb het dus ook wel bij dingen, maar ik denk altijd wel van ja, als ik een keer iets hoor, en dan maakt het me geen reet uit wie het is. Als, het, als ik het vet vind, dan, dan luister ik er Nee. Dan zou het uh, Frans ja. Bouwer zijn. Ik vind Frans Bouwer superleuk leuk hoor. Als man zijn, maar ik zou nooit naar zijn muziek vroeger, luisteren. ja Misschien is dat ook wel een ding van vroeger, omdat je dan er niet bij hoorde als je bepaalde muziek luisterde. Nou, ja, dat kan, kan wel. hè. Als je dan toch uh, of juist dan aversie kreeg naar wat iedereen luisterde. Of dat ik had een aversie tegen Pokémon, omdat iedereen Pokémon deed. En oh, ja. op, nu kijk ik terug en denk van ja, ik vind het eigenlijk best wel leuke tekeningen. Terwijl ik zou dat in eerste instantie nooit toegeven. Nee. Nee. Dat kan ik, zou kon het ik van, begrijpen, ja. ja. Pokémon vind ik lelijk getekend, dit, dat, zo, zo. Terwijl ik het hartstikke grappig vind. Als ik er nu naar kijk, we kijken enzo's vlogs in Tokio of in uh, Japan. En dan zie je die, die, die stores en dan denk ik van ja, ik zou het eigenlijk best wel leuk vinden om dit leuk te vinden. Mm -hmm. uh, ja, ik heb niet zo ja, heel erg uh, 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 verzameld drang, gelukkig. Maar nee. ik zou het wel leuk willen vinden, ergens. Maar, um, wat wil ik er nou over zeggen? Ja, wat is het eigenlijk met mensen dus die aversie krijgen tegen dingen die heel populair zijn? Dus denken denk de drang om uh, heel eigen te willen zijn. Oké. Okay. <laughs> ja. Hm? Ja, dus eigenlijk wil je uniek zijn. Ja. Yeah. 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 Ik wilde niet met de meute meegingen, maar ik heb wel. Is een, een Pokémon kaartje gekocht van iemand? Het was een Charizard glimmend first edition. Oh, cool. Ja, was toen heel lang geleden toen ze net uit waren. Ja, in het Nederlands. Ja, die heb ik gehad. Nou, als is nou nog in een goede staat. Was nou, in Nederlands, denk ik niet dat dat heel veel waard is, toch? In het Nederlands, hè? Was niet Engels. Nee, maar dat is zelf Nederland... een markt is. Vraag me eigenlijk af. Waren ze eigenlijk wel Nederlandstalig? Ja, toch? We hadden ook Nederlandse kaartjes. Volgens mij waren mijn kaarten wel, maar zeker ook weer aan die Energy kaarten te denken. En die waren volgens mij wel gewoon Engels. Ah, uh, dan misschien wel allemaal Engels geweest. Misschien hebben we we wij Engelse wel Engels kaarten. Gehad. Zo. Ja, maar ik ik eigenlijk en daar hebben we het wel vaker over gehad. Ik zou wel eens een hobby of nee, niet een hobby. Ik zou wel een verzameling willen hebben, maar iets wat niet te veel ruimte in beslag neemt. Ja, maar we hadden toch op slot, dan gingen die robots sparen. Oh ja, maar ja, dat is ja. Ja, omdat het klein was. Ja. Ja, ja. Ja, maar weet je, het is, We maar hebben ik, geen ruimte voor een verzameling. Dat is waar. Je hebt toch al je platenverzameling. Oh ja, dat is waar. Ik heb mijn platen ja. Ik heb nog wel een plaat die ik wil kopen. Is er, wordt er nog aan de één per maand regel gehouden eigenlijk? Pff, ik heb al zo lang geen plaat gekocht. Oh, dus deze zelf zelf weer uh, verspreid. Ik heb... Uh, de, eerste laatste de laatste plaat heb ik van jou gekregen. Daarvoor heb ik ook oh. al maanden geen plaat gekocht. Ja. Daarvoor was voor mijn verjaardag, mijn verjaardag die plaat die je hebt gegeven. Daar, ik heb in de tussentijd niks meer gekocht. Mm -hmm. Niet dat ik weet in ieder geval. Niet dat ik actief kan herinneren. Nee, oké. Okay. <laughs> Snetje van de week. De afgelopen weken... Hebben we brood op. Ja, klinkt heel bizar, maar brood op van bro. bro van, brood van bro. Ik vind van dat is heel lastig om uit te spreken. Brood van bro inderdaad. Brood Haag. van bro. Maar dat is dus zuurdezenbrood. En dat kunnen we bij onze lokale uh, kaasboer halen. En die is zo fucking lekker. Ja, dat maar ze echt... hebben nu een shopje in Den Haag geopend. Ja. Ja, ja, we zijn er nog niet geweest, want, want ze maken daar ook tosties, hè? Maak ze het tosti's? Ja. Wanneer gaan we? Ja, dat weet ik, maar je moet op de. Volgens mij zaterdag. zondag, zon, Nee, nee, nee vrijdag. donderdag, vrijdag, zaterdag. Oké, okay, donderdag, de andere. volgens uh, mij. Ja, dat is echt. Uh, ik zag het op de Instagram voorbij komen. Maar dit is echt oprecht. Mocht je in de buurt van Den Haag wonen en je hebt 5 euro. Want het is wel prijzig, het brood. Maar het wordt helemaal handgemaakt. Het is echt het proberen waard. Het dus is denk ik het lekkerste brood, dat ik ooit op heb. Ja, ja. Volledig deze, uh, trouwens ook. Ja. Ja, en ik ben niet zo heel erg van. Uh, sourdese? Uh, nou, sourdese wel oké, okay, maar ik hou niet zo van het hele compacte brood. Het is best compact, vind ik. Het is wel compact, maar het is. Ja, ik weet niet wat het is. Het is gewoon. Uh, het is echt een stuk lekkerder. Ja, het is. Het is, dan, is dan, dan bijvoorbeeld brood van. Uh, ja, je hebt ze ook bij de eco-sourdese. Ja, van. Is dit dan toch echt minder compact? Ja. Ik snap wat je bedoelt, er zit ook heel veel luchtgaten in, omdat ja. het denk ik heel goed gereisd is. Maar de komende tijd wil ik ook zelf zuur deze brood gaan maken. Daar ga ik een video over maken op vetgezellig. Dat komt binnen over een paar maandjes online. Of binnen een paar maandjes online. Um, en ik probeer die ga ik proberen te evenaren. Oh, nou. Want ik wil eigenlijk gaan kijken vergelijken met die. En eentje uit de supermarkt. En dat wordt dan het, uh, de video. Dus dat ik er zelf eentje ga maken en dat ik het vergelijk met die... Uh, en dat andere ook, Of jij of uh, Michael well, well, of zo. Dan dat wordt nog wel verdrijf. een uh, kunst om echt uh, zuurdecem te vinden, denk ik, in de supermarkt. Dat is er toch wel? Ja, maar heel vaak wordt het wel gemixt met uh, oh, ja, dat nog is wel andere ja. stuffs. Nou, mocht je daar uh, goede tips voor hebben, laat het vooral weten. Ik vind het wel weer leuk dat we podcast uh, lekker ja, kunnen praten. Ja, zeker. Volgende week zijn we terug met een uh, aflevering over... Uh, ons leven automatiseren. Ons leven automatiseren. Bedankt voor het luisteren. En uh, mocht je opmerkingen, uh, dingen hebben, laat ze vooral weten. En dan uh, zien we jullie volgende week op woensdag weer om vijf uur de podcast. Yes. Tot volgende week.